Ja, natuurlijk Vissie hier weer. En vandaag weer de nieuwe aflevering van de Road to 3 minuut Freeform natuurlijk in MW3. Record 3 minuut 54. En dat is natuurlijk aardig record al natuurlijk. Best wel in de afgelopen tijd aangescherpt. Een paar keer 6, 7 minuten gebeurd. Dat kan ook natuurlijk 5 minuutjes, 4 minuutjes. En 3 minuut 54 is dus mijn record. Yes. Maar de bedoeling is natuurlijk dat we er in 3 minuten moeten gaan doen. En Resistance, weet ik niet echt. En ja, ik weet het niet. Het kan wel natuurlijk, maar het is niet in de lijn der verwachtingen, zou ik het zo zeggen. Het is ook een grote map. We denken allemaal dat het een kleine map is, maar het is een redelijk grote map. Zo. Ja, waar zit hij? Oh, oké, okay, daarboven. Hé? Ben ik nou gek hier? Wauw! Met een bouncy sletty. Ongelooflijk. Waar zit hij? Kijk of mijn auto aim gaat werken. Nee, hij gaat niet werken. Dus ik ga hem eventjes inzetten, mijn Predator, anders duurt het veel lang. Oh my god, ik word gestunt. En nu zie ik het weer. Hé, ik was gekikt! Oh! Nee, gekikt, ik was gekild. Gekikt. Er werd iemand toevallig gekikt in mijn beeld. Even kijken. Oké, dat is nice. Oké. Komt er een jaar met SSM? En ik werd gekild. Hoe dan? Nou, dat deed hij wel goed. Dat deed hij wel goed op zich. Fucking hell. Kutzooi. Maar ja, het kost je wel je leven, jongen. Hier, daar ga je. Eén gast zit hier elke keer met een bouncy bed hier neer te leggen. Ik hoor ze lopen. Oh, daar liep hij. Daar liep je. Daar liep jij, jongen. Hoe kan het nou? Sommige mensen hebben ook 2 bar. Hoe kan je zo internet hebben? Gamen. Ik kan niet één game met 2 bar als ik eerlijk ben. Wauw. Echt waar? Kom maar. Hey! Best wel slecht ben je. Oh. Kom maar jongens. Ja? Oh! Ja, dan moet ik even mijn Predator weer inzetten. Kijk, nadeel van de Predator dus, hè. Dat je die moet inzetten, zeg maar. En dat kost gewoon heel veel tijd. Ik hoor ze overal lopen. Wauw. Je hebt het druk met je bouncing Betty, jongen. Wat moet jij daar nou elke keer gaan zitten? Oh. Zo, dat ik hem nog heb, jongen. Ah! Ja, ik heb hem. Kijk, daar gaat hij. Hey! Oh my god! Hij faalde. Die gast, hoor. Die gast
faalt wel heel hard. En nu? En nu? Het is nog niet gezegd dat ik ga winnen. Jezus, mensen. Oh, oh, oh! Kijk, het incallen van die shit blijft toch wel een groot probleem altijd. Je hebt het druk met mijn dingen. Hier ligt wel, lag weer net een Bouncy Betty. Ja. Nee, nee, nee. Het is niet de tactiek, jongens. Dit dan. Nee. Het is bijna lastig. Ik weet echt niet zonker. Oh. What the fuck, man. Hoor je hem hier lopen boven? Waar liep hij? Daar, kijk, daar loopt er eentje. Ja, ja, daar. Oké, okay, dat is nice. Zag je niet net een IMS staan of zo? Oké. Okay. Oh! Fuck, ik keek te veel aan de zijkant en daar heb je gewoon kans dat hij daar vandaan komt. Ja, de tijd is, die tijd kun je al helemaal vergeten natuurlijk, maar... Dat is een hele matige tijd dit, hè. Maar je ziet het, hoe ze spelen. In zo'n map als dit, hè. Het is... amper te halen. Nou, weet je wat, een knijfje. 30-5, dat wel! 30-5! Nou, dat is wel een mooie score. Maar het, ja, het is gewoon zo dat ze. Ik kom die mensen niet tegen. Ze moeten natuurlijk op een of andere manier naar me toe lopen. En natuurlijk, ik kan wel een silence spelen. Dat zou ik natuurlijk wel kunnen doen. Misschien een keer. Maar ja, dan heb je kans dat ze bijvoorbeeld, als jij gaat in duel gaat, dat ze gaan campen ervoor. Dus het blijft altijd lastig, weet je. En ik haalde gewoon een hele lange streak. En ik killde gewoon iedereen. Ze wisten wel waar ik zat op taal. Want ze gingen maar proberen te zoeken, natuurlijk gewoon. Nou. Ik ga er nog eentje opnemen, we krijgen een mooie map. Ik zou zeggen, jongens, geef een duimpje omhoog, tot de volgende keer en bye bye.